Reinier Sonneveld heeft een boeiend boek geschreven. Waarvoor dank. De eindnoten hadden wat preciezer mogen zijn. Maar hij heeft ervoor gekozen niet eerst een wetenschappelijke studie te schrijven en direct een populair boek op de markt te brengen. Dat mag. Het heeft ook nadelen. Hij blijkt moeite te hebben met het westerse, Anselmiaanse model van Christus zoenoffer. In de uitleg dat Christus in zijn lijden de toorn van God tegen de zonde heeft gedragen, met onze verlossing van Gods oordeel als doel en effect. Verzoening door voldoening aan de rechtseis van God dus, verzoening door satisfactie. Met die moeite staat Sonneveld in de lijn van Pieter Smits, die in 1959 zei: geef dan wat Paulus betreft mijn portie maar aan Vicky. En van de studentenpredikant Wiersinga, zijn proefschrift was van 1972, en van mijn voorganger Kees den Heijer. Maar anders dan dit drietal stelt Sonneveld niet een vrijzinnig alternatief voor de Anselmiaanse verzoeningsleer voor, maar grijpt hij terug op het model van de oude kerk en van de Oosterse orthodoxie, dat van Christus die met zijn kruisdood en opstanding uit de dood de machten van zonde, dood, verderf en dus van de duivel zelf overwint en koning wordt. In Christus de overwinnaar is het koninkrijk van God gekomen, zegt hij met de Nieuwtestamenticus Tom Wright. Deze visie op Christus dood en opstanding als overwinning komt inderdaad in het Nieuwe Testament al voor. Bijvoorbeeld in Colossenzen 2 vers 15, waar staat: hij, maar het is dan God, de Vader, hij heeft zich van de overheden en machten ontdaan en hen openlijk te schande gemaakt en in hem, in Christus, over hen gezegevierd. En in de openbaring van Johannes wordt Christus de leeuw uit de stam van Juda en het lam genoemd. En dan wordt hij getypeerd als de overwinnaar. Wat de oude kerk betreft grijpt Sonneveld terug op Irenaeus van Lyon, die met een term uit Efeziërs 1 vers 10 betoogt dat God alles wat in de hemel en op de aarde is in Christus heeft gerecapituleerd, onder een nieuw hoofd heeft gesteld, Christus dus. Zoals de eerste Adam de mensheid in zijn val meesleurde, zo trekt Christus, de tweede Adam, de mensheid mee omhoog, aldus Sonneveld. Ik voeg eraan toe, Irenaeus schrijft dit, ik citeer: de Heer, dat is Jezus, heeft de mens met God de Vader verzoend, reconciliavit, door ons met zichzelf te verzoenen door het lichaam van zijn vlees en door ons vrij te kopen met zijn bloed. Einde citaat. Die gevangenen worden vrijgekocht van de apostasie, de afval. Dat is een personificatie van de duivel. Irenaeus benadrukt dat Christus in zijn lijden heeft gestreden en overwonnen. Hij heeft, ik citeer weer, de sterke, dat is de duivel, naar een woord van Matteüs 12 vers 29. Hij heeft de duivel geketend en de verlossing gegeven aan degene die hij geschapen heeft door de zonde te vernietigen. Die nadruk op Christus die met zijn dood en opstanding de duivel heeft overwonnen en zo de in zonden gevallen mensheid heeft verlost en vergeving van zonden heeft bewerkt, werd in de oude kerk inderdaad breed gedeeld. Toch zijn daar wel enkele kanttekeningen bij te maken. Ik zal dat heel beknopt doen. Ten eerste, de leer van verzoening door voldoening komt
in de oude kerk inderdaad niet met die woorden voor. De term satisfactio is afkomstig uit het oud-Romeinse recht. Deze term komt wel voor bij Tertullianus. En misschien was hij zelf ook wel jurist, maar dan in zijn visie op de boetedoening van gedoopte christenen die na hun doop toch weer ernstig gezondigd hadden. Aan God moeten ze daarvoor genoegdoening leveren om opnieuw zijn genade en vergeving te ontvangen. Boetedoeningen zijn dan bijvoorbeeld het vasten, onthouding van seks en geen deelname aan de Eucharistie. In dit verband noemt hij Christus dood en opstanding tot verzoening van de zonden niet. Heel verrassend voor protestanten waarschijnlijk, voor gereformeerden. Cyprianus staat in de lijn van Tertullianus in dit opzicht, maar legt dat verband met Christus dood en opstanding wel, maar werkt het niet uit in een leer van Christus dood als genoegdoening. Terwijl hij die term wel gebruikt voor de boete die de mens moet doen. Wel kunnen we constateren dat Anselmus leer van verzoening door voldoening, voldoening aan Gods toorn en rechtseis, aansluit bij de boeteleer van Tertullianus en Cyprianus. Mijn tweede kanttekening betreft de vraag: zag de oude kerk dan geen verband tussen enerzijds het bijbelse gegeven van Gods toorn over de zonde en anderzijds Christus dood voor de zonde van de wereld? Was de visie dat Christus in zijn lijden en dood de toorn van God de Vader heeft gedragen in de oude kerk bekend? Uit oude verhalen, uit de Hellenistische en Griekse wereld, was het brengen van mensenoffers aan vertoornde goden of demonen, lagere goden, een bekend verschijnsel. Bij rampen of gevaren boden de heersers van een stad of volk in ruil voor de ondergang voor allen, van allen, hun meest geliefde kind als slachtoffer aan, als losprijs, lutron, voor de wraakzuchtige demonen. Nou schrijft Irenaeus wel dat Christus stierf om God de Vader te verzoenen, en dan staat er in de Latijnse vertaling propitians, hilaskomenos in het Grieks. Hij schrijft bijvoorbeeld dat, ik citeer, de Heer door zijn incarnatie ons weer tot vrienden heeft gemaakt. Middelaar tussen God en mensen geworden, heeft hij voor ons de Vader tegen wie wij gezondigd hebben verzoend, propitians. En onze ongehoorzaamheid met zijn gehoorzaamheid gecompenseerd. Maar Irenaeus werkt dit niet uit. Nergens stelt hij dat Christus de toorn van de Vader moest dragen. En toch schrijft hij dat over die verzoening van de Vader door Christus, naast die teksten over Christus als overwinnaar. Het een sluit het ander niet uit voor Irenaeus. Origenes, derde eeuw, bevestigt dat Christus in zijn dood gestreden heeft met de duivel en die heeft overwonnen. Hij wijst meermalen op de parallellen tussen Christus dood ter verlossing van de mensheid en de heidense mensenoffers. En hij geeft toe dat de oud-testamentische offers en verhalen van het offer van en het offer van de dochter van Jefta en van christelijke martelaren, waarvan dan een verlossend effect uitging volgens Origenes, dat die verhalen de indruk wekken van een grote wreedheid bij God. Maar die kant wil hij niet op. Hij meent dat de zin van zulke offers voor mensen niet is te bevatten. Dus de visie dat God zulke offers voor zichzelf verlangde, omdat God zo wreed zou zijn, zeg maar in zijn toorn, die visie zag Origenes wel onder ogen, maar die bestreed hij. Origenes bracht de offers wel eens in verband met Gods toorn, in teksten die ik nou niet kan bespreken, maar zonder deze toorn op het offer van Christus te betrekken. Johannes Chrysostomus, vierde eeuw, zegt in zijn uitleg van de uitspraak van Johannes de Doper: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarbij zegt hij wel dat dit lam de wereld verloste van Gods toorn, maar zonder dat hij hiervan een nadere uitwerking of toelichting geeft. Dat Christus de toorn van de Vader droeg, zegt hij niet.
Augustinus stelt expliciet de vraag of God de Vader zozeer vertoornd was dat hij alleen maar verzoend kon worden doordat de Zoon voor ons stierf. Hij geeft hierop geen bevestigend antwoord. Maar in plaats daarvan benadrukt hij dat de Vader ons juist lief had. Ook al voor de dood van zijn Zoon, zelfs al voor het begin van de schepping van de wereld. Kortom, voor zover ik in mijn naspeuringen heb gevonden, komt de visie dat Christus in zijn lijden en kruisdood de toorn van God de Vader heeft gedragen in de oude kerk niet expliciet voor. Hooguit als een visie die door Origenes werd bestreden en door Augustinus impliciet werd ontkend. Mijn derde kanttekening betreft de aanduiding van Christus dood als een losprijs, lutron, anti-lutron. In de oude kerk werd dit vaak zo uitgelegd dat Christus zijn leven als losprijs betaalde aan de duivel. En Irenaeus lijkt die visie te hebben voorbereid, maar hij trekt de conclusie over de bestemming van het losgeld niet expliciet. Uiteindelijk laat hij het in het midden. Maar als hij moest kiezen, denk ik dat hij zou kiezen voor bestemming van het losgeld voor de duivel. Voor Origenes was het uitgesloten dat God die losprijs zou ontvangen. Hij verklaart dat de losprijs voor de duivel bestemd was, omdat die macht over ons had, totdat hij als losprijs Jezus ziel ontving, zijn psyche, zoals in de evangelie staat. Daardoor werd de duivel misleid, dat is een oud motief dat later heel veel is teruggekomen, omdat de duivel meende over Jezus ziel te kunnen heersen en hij zag niet in dat hem dat niet zou lukken. En ik noem maar één van de zeer velen die in die lijn staan, bijvoorbeeld één van de grote Cappadociërs, Gregorius van Nyssa. Augustinus, nog weer Augustinus, onder gereformeerden toch gerespecteerd, die onderschrijft dat Christus die losprijs betaalde aan de duivel. In zijn uitleg van Romeinen 5 vers 9, daar staat, we zijn door Christus bloed gerechtvaardigd en worden door hem gered van de toorn, zegt hij dat volgens Gods rechtvaardige beschikking de mensheid is overgeleverd aan de macht van de duivel. De duivel heeft Christus gedood, maar omdat hij in Christus niets vond wat de dood verdiende, was het rechtvaardig, zegt Augustinus, dat de schuldigen die de duivel vasthield, vrij uit konden gaan. Zo werden zij door het bloed van Christus gerechtvaardigd, want zijn onschuldige bloed was vergoten tot vergeving van de zonde. De duivel is overwonnen toen Christus uit de dood verrees. De sterke, dat is weer de duivel, die werd door Christus gewonnen, overwonnen en geboeid. Dat zegt hij weer met een verwijzing naar Matteüs 12 vers 29. De tekst die in de oude kerk steeds weer in dit verband wordt aangehaald. Augustinus sluit zich dus aan bij een breed gedeelde visie van de Griekse kerk. Maar er waren destijds ook twijfels bij deze uitleg van de door de duivel ontvangen losprijs. Cyprianus schrijft dat Christus ons heeft vrijgekocht van de dood en heeft ontrukt aan de bek van de duivel, maar Christus' dood duidt hij als een offer aan God, de Vader, zoals dat ook in de Eucharistie in herinnering geroepen wordt. In de vierde eeuwse dialoog op naam van ene Adamantius drijft de orthodoxe gesprekspartner tegenover een Marcioniet, die daarvoor uit Galaten 3 vers 3 de woorden Christus heeft ons vrijgekocht citeert. Daarmee drijft hij de spot met die Marcioniet met de al te ver doorgevoerde beeldspraak van verkoop en koop, van verkoper en koper. En de scheidsrechter van het gezelschap besluit dat het beeld van vrijkoop oneigenlijk gebruikt is. Met andere woorden, die moeten niet al te letterlijk worden genomen. De belangrijkste stem in dit chapiter is die van Gregorius van Nazianzen, ook een van de drie Cappadociërs, die achten het onacceptabel dat de duivel die losprijs zou hebben ontvangen. Maar was die losprijs dan bestemd voor God?
Maar die hield ons toch niet gevangen? Waarom zou de Vader behagen hebben in het bloed van zijn Zoon? Toch concludeert Gregorius dat de Vader het offer van zijn Zoon aanvaarde, niet omdat hij dat eiste of nodig had, maar om reden van de oikonomia, de heilsbedeling, die inhield dat de mens geheiligd zou worden door Gods mensheid. Daarmee bedoelt hij in Christus, in de menselijke natuur van Christus. God zelf moest ons verlossen door de tiran te overwinnen, de duivel dus. Hij heeft ons tot zich gevoerd door de Zoon. Waarom die oikonomia zo in elkaar stak dat de Vader het offer van de Zoon aanvaarde, verklaart Gregorius echter niet. Die heilsbedeling lijkt bij hem een zelfs van God onafhankelijk gegeven. De Russisch-orthodoxe theoloog Vladimir Losky concludeerde dat volgens Gregorius het geheimenis hiervan niet met rationele concepten kan worden verklaard en dat het in ieder geval niet gaat om de gedachte van een noodzaak van wrekende gerechtigheid. Ik concludeer dat de oude kerk dus een nogal gedifferentieerd en soms diffuus beeld van de betekenis van Jezus' dood geeft. En hierover is ook niet echt strijd geleverd, anders dan bijvoorbeeld over de Triniteit. Het meest in de richting van een samenhangende theorie komt de visie dat Jezus zijn leven als losprijs aan de duivel betaalde, omdat de mensheid in de macht van de duivel was geraakt. De duivel en zijn dodenrijk konden dat leven of die ziel van Jezus niet aan, zodat hij daarmee, de duivel dus, zijn macht over de mensen kwijtraakte en Jezus als overwinnaar uit de strijd kwam. Dat die losprijs voor de duivel bestemd was, stemt, heel belangrijk, overeen met de Griekse verhalen waarin werd verteld dat een geliefd kind moest worden geofferd aan de wraakzuchtige goden. Dat was de context waarin dat verhaal van Jezus viel. Daarvoor in de plaats van die verhalen konden de christenen onmogelijk God de Vader plaatsen. Het was immers de duivel die op één lijn met de Griekse goden ofwel demonen stond. Dat volgens bijvoorbeeld Hebreeën 9 vers 14 Christus het offer van zijn leven aan God bracht, is niet consequent uitgewerkt. Al zag Gregorius van Nazianze bijvoorbeeld dat wel zo, maar zijn broeder Gregorius van Nyssa, die zag dat weer anders en die stonden toch gebroederlijk naast elkaar. Maar waarom is die visie dat Christus zijn leven offerde aan God niet consequent uitgewerkt? Mijn hypothese is dat allerlei kerkvaders daarmee moeite hadden, want dan zou het lijken dat God dat offer van zijn Zoon nodig had om aan de mensen hun zonden te kunnen vergeven. En dan zou God lijken op die wraakzuchtige goden die het offer van een geliefd kind eisten om een oorlog of een epidemie te beëindigen. En ik kan dus wel uitleggen waarom Anselmus pas in de 11e eeuw met zo'n andere visie kwam van offer aan God, genoegdoening aan de toren van God. Dat was omdat in die tijd al die Griekse verhalen geen rol van betekenis meer speelden. Maar de moeite die de kerkvaders in die eeuwen nog, de eerste eeuwen, daarmee hadden, is dan dus dezelfde moeite als Renier Sonneveld en velen met hem hebben. Ben ik het er al mee eens? Nou, ik heb de indruk dat diverse bijbelteksten dan niet meer ten volle worden verdisconteerd. Ik verwacht dat zulke teksten vanmiddag door Hans Burger zullen worden besproken. En ik heb begrepen dat ook Kees van Kralingen daarop zal ingaan. Dank u wel.